Er zijn nogal een paar gewoontes die maar bij mij, bij mijn hele familie omhoog kwamen, steeds weer terugkwamen. Dus dat zijn dan ook de gewoontes die ik even ga benoemen. Ik wil alles heel snel en tegelijk doen. En ja, dat is gewoon af en toe veel te veel hooi op mijn vork. En daarbij kom ik meteen in de volgende gewoonte. En dat is ook eigenlijk een van de redenen dat ik te veel doe. Is ik kan heel slecht nee zeggen. Geen gebruik van maken mensen. Ik pulk heel veel aan mijn lip. De vermoeidheid begint ook wel in te hakken. Want ik merk dat ik echt heel erg graag naar bed wil. En een beetje hoofdpijn krijg. En ook heel erg rot vind dat ik nu morgen om 5 uur moet opstaan. Terwijl ik wel gewoon al lang had moeten slapen. En dat op de tweede dag al. Maar we mogen niet zeuren dat het tegen zit. Want tegenslag moet extra motivatie zijn om door te gaan. Daar liggen we dan. In bed. Bij mijn schoonouders. De eerste avond van de helweek. Is en het hel. Is nu. Het is, wacht even kijken. Het is nu 11:55 en we hadden om 10 uur in bed moeten liggen. En dat allemaal omdat de slotenmaker onze deur niet open kreeg en we hebben geen idee wat er aan de hand is.